Nou, klik, klik, klik. En volgens mij zijn we er weer. Even spieken of dat ook zo is. Volgens mij wel. Nou, zomaar even een live die... eigenlijk niet voorbereid, dus ik had gezegd als ik het kan redden dan ga ik dat doen. Ik zou eigenlijk morgenavond doen, maar Lisanne wilde liever morgenavond. Dus, nou, dan doe ik vanavond. Maar ik heb dus ook nog geen artikelen gelinkt. Ik ga gewoon lekker aan de hatsenflats. Ik heb wel iets in mijn hoofd zitten nu. Ik heb van allerlei prutteltjes wel klaargelegd. En nou, ik hoop dat het iets wordt. Dus dat ja. Allereerst. Ik heb een vel designpapier. Of designpapier, rijstpapier. En ik heb een vel aquarelpapier. Nou heb ik in mijn hoofd om dit eerst helemaal daarop te plakken. En dan doe ik met Liquitex en een kastje. Even spieken. Dus daar ga ik eerst even mee beginnen. Nou, ik smeer gewoon even mijn hele papier in. En wat wordt dat? Gaan we dan meemaken? Het wordt in elk geval iets met wat ik in mijn art journal ga bewaren. Dus die richting gaan we op. Maar het zou ook best in kaartvorm kunnen. Dus ik ga dit even zo omdoen. Ik leg mijn rijstpapier neer. Dat lijkt me misschien wel het handigste. En dan plak ik daar mijn aquarelpapier bovenop. Die kan even aan de kant. Nou, niet helemaal netjes recht, maar kan ermee door. Volgens mij zit dat wel. En ja, dat klopt. Lisanne zou er eerst zijn, Monique, maar die moest vandaag werken. En dan is ze natuurlijk al wat later thuis. En toen zegt ze, ik doe het liever morgenavond. Nou, dan doe ik vanavond. Maakt niet uit, toch? Dus vanavond geen kleine poppetjes of dat soort dingen. Want daar ben ik echt niet van. Dat is echt meer Lisanne's ding. Maar die heeft ook morgen weer wat leuks. En volgens mij niet eens met kleine poppetjes of dat soort dingen. Maar met stempels, geloof ik iets. Nou, ik heb dit rijstpapier nu geplakt op een vel aquarelpapier. En wat ga ik daarmee doen? Ik ga hier ik ga hier allemaal stukjes van snijden. Even het randje eraf. Hier zit ook nog een randje hier. Die doen we er gewoon af. En dan snij ik daar gewoon willekeurig wat blokjes van, zeg maar. Strookjes eerst. Even zo om. En zo. Even zien. Dan doen we hier die maat. En een beetje van die maat. En, oh, die donkerkant vind ik wel leuk. Dus die laat ik er aan zitten. Even zien, ik heb mijn dingetje niet helemaal mooi schoon. Zo. Nou, deze nog. Snijden we in kleine blokjes en grote blokjes. En allemaal ongelijke projectielen, wil ik bijna zeggen. Of ik ze allemaal ga gebruiken, weet ik niet. Maar in elk geval, deze vind ik ook leuk met die script. Daar gaan we ook strookjes en blokjes van snijden.
Nou, en dan hoop ik dat dit gaat lukken, wat ik in mijn hoofd heb. Want ik zeg al, het is lekker onvoorbereid, eigenlijk. Maar dat komt volgens mij wel goed. Deze blokjes, die ga ik allemaal voorzien van wat vintage foto oxide. Langs de randjes. Ja, zonde hè. Ik snij me zo het vel kapot. Nou ja, gelukkig zijn er nog meer rijstpapiertjes. En je kan dit eventueel ook doen met een designpapiertje. Had ook nog gekund. Maar goed, ik heb iets in mijn hoofd en dan denk ik van, dat gaan we doen. En of het dan leuk wordt of niet, we gaan het meemaken. Heb ik een echo, dan dat is wel vreemd. Ik heb hier verder niks aan staan, dus dan heb je misschien zelf ergens iets dubbel aangezet. Misschien. Reden voor oxide inkt? Nee. Dit kan ook met de gewone. Maar ik weet dat mijn gewone aardig leeg begint te raken. Dus ik denk ik neem gewoon de oxide. En de oxide is natuurlijk ook een beetje ja, wat matter van kleur. Dus daarom heb ik de oxide. Dus verder is er niet echt een reden voor. Nou. Even kijken, dan had ik ergens wat papier klaargelegd. Ja. Ik ga een dubbele pagina maken. En die ga ik eerst even snijden op een maat van 14,5 bij 20,5. Dat wordt mijn basis. 14,5 bij 20,5 en dan doen we die weer aan de kant en glimt dat ook niet zo in beeld. Nou, wat ik dus ook altijd doe is ik plak ze aan elkaar en dan aan het eind haal ik ze weer van elkaar, maar dan loopt het wel mooi in elkaar over. Oh, blijf eens even liggen jij. Mijn basis is aquarelpapier. In dit geval een 300 grams. Omdat ik er waarschijnlijk ook nog vochtige dingen op ga doen. Dus ik heb een 300 grams. Want ik hoef het ook niet uit te knippen. Dus dat is eigenlijk waarom ik een 300 grams heb. Dan kan ik er lekker ja, op kliederen, zeg maar. Nou, dan wil ik een basis hebben in een kleur. Even kijken, waar is mijn verfje? Of zal ik een spray doen? Even spieken hoor, want ik vind deze altijd wel leuk. Die Cadence. En dan wil ik een beetje paars bij. Oh, die is wel heel, heel paars. Hè? Even kijken of deze beter is. Ja, die vind ik beter. Ik ga een beetje met paarsig en rozig aan de gang. Even kijken, wat zal ik doen? Ik pak even een kliederpapiertje. Ik denk dat dat beter is. Om op te werken voor jullie. Of om op te kijken, moet ik zeggen, voor jullie. En dan leg ik mijn mat wel even aan de zijkant. Zo. Nou, zo kan het denk ik wel. En dan ga ik eerst mijn aquarelpapier. Even zien of ik nog in beeld ben met de hele handel. Ik ben wel van alles aan het pakken en aan het doen. Ik ga dit even een beetje schudden. En dit is de Light Mauve. Nou, ik zeg gewoon een lichtpaars. Dan nemen we een kloddertje van.
En ik neem een kloddetje cactus. Ja, cactus. Als er nog wat in zit. Is al vrij leeg. Oh, daar zit nog zat in. Nou, dan pak ik weer mijn braaiertje. Dit hebben jullie vast al eerder gezien. En dan hatsenflatsen we gewoon mee. Over het papier. Kan natuurlijk ook met een penseel of een kwast. Maar dan wordt het weer veel netter. Maar ik ga gewoon op deze manier een beetje die pagina kleur geven. Wat gezellig druk in beeld. Oké. Okay. Nou, gisteravond had ik natuurlijk de toverkaart. Dat was weer heel wat anders. En nu gaan we lekker zomaar een beetje aan de klieder. Beetje paars nog erbij door. Nou, zeg je nu van ik wil echt alles een kleurtje geven. Dan kan je ook zeggen van ik pak een billendoekje. En met dat billendoekje kan je dan de rest nog een beetje vullen. Zal ik dat hier ook even doen. Oh, daar ligt iets. Ik denk al, ik ga ergens overheen. Een rommeltje. Zit dat rommeltje nou aan mijn... Oh, zit aan mijn braaier. Vandaar. Nou, ik ga even kijken. Want ik heb er nog iets bij van kleurtjes. Ja. Het gaat wel redelijk goed. Mag van mij nog wel ietsjes meer wat roze bij. En dan kan ik natuurlijk ook iets van een spray nemen. Even kijken of dat goed uitpakt. Even afreageren. Ja. Uit beeld hoger. Nou, helemaal goed. Mijn beeld staat stil trouwens. Ik weet niet of dat bij jullie ook het geval is. Maar... Oh, daar gaat hij weer. Hey. Ik heb een stilstaand beeld. Even spieken, dames, of dat ergens aan mij ligt. Nee, dat doet het nog wel. En toen was je weg. Ja, inderdaad. Daar gaat hij goed, geen last. Ja, ik ben er weer. Althans, bij mezelf ben ik er weer. Ik weet niet wat er was. Ik ga nu gewoon even een rozige Nacre Pearly van Aladdin roze pastel. Ga ik eens even op mijn sheet sprayen. En dat is inderdaad wel een leuke. Nou, ik ga proberen om dat ook met een braaier wat op te brengen. Oh, dat wordt ook leuk. Yes, yes. Want er mag wel een beetje roze bij door. Niet te veel, maar wel weer iets. Even rechtop houden, dat ik het zelf nu ook even kan zien. Er mag nog wel iets meer, ietsjes meer bij. Ik ga gewoon aan de bovenkant... Wat sprayen. Ik doe er een beetje water bij overheen. Dat is het leuke. Je kan lekker alles, alles door elkaar gebruiken. Hapsiekidee. Beetje water nog. En dan wil ik die kant mag top. Maar het mag ook deze kant op. Met een beetje stampen. Dan... Die rollen, dat is een braaier. B-R-A, Griekse I-E-R. Nou, ik vind dit volgens mij meer de kleur die ik zoek. Een beetje. En dan moet ik even zien dat ik mijn heat-tool kan pakken. Ik heb alles voor mijn heat-tool gezet. Dat is niet zo heel handig, hè? Dat is een beetje domsje.
Beetje dom. Maar goed, daar komt hij. Dit gaan we even drogen. Het onderste, dat dep ik gewoon een beetje af. Tot ongeveer daar wil ik die spray. En dan gaan we... Nee, er staan nog geen producten klaar. Want ik ben eigenlijk zo een live, zeg maar, gaan doen. Zonder voorbereiding. Dus ik ga straks de dingetjes allemaal even doorgeven. Zodat ze in de webwinkel komen te staan. De spray is een inktspray. De Aladdin en dan was het de pastelroze. Kijk, die dikke druppels, die dep ik gewoon een beetje af. Dan gaat het allemaal iets sneller. Maar ik moet dit wel even drogen, want anders kan ik niet verder. En dit is een, die spray die ik had, dat is er eentje, daar zit dus een glimmertje in. Een shiny is het ook. En misschien is het te zien in beeld. Er zit echt een flinke shiny in, hoor. Dus... Oh, kijk. Astrid heeft de draaier zo gelinkt. Helemaal fijn. Ik vind hem droog genoeg. De verf kan ook weg. Voordat ik er weer van alles in gooi. Dat weet ik dan wel weer van mezelf. Of ik ga er met de armen in liggen. Dan ben ik helemaal roze en paars. Dat kan ook nog. Nou. Het ergste is weg. En de rest zien we straks wel weer. Nou. Wat nu? Nu wil ik een beetje structuur erop. En ik had die... muurtjes van Dutch to Bedoel en wat pasta van Cadence. En dan heb ik natuurlijk net mijn dichte potje. Nee, toch niet. Deze is open. Zo, en dan een spateltje. Die helaas nog steeds niet leverbaar zijn. Dus kijk niet te veel naar mijn spateltje, want ze zijn er nog niet. En dan ga ik hier een soort van muurtje bouwen bovenop de hele handel. Hoeft niet zo netjes, gewoon hapsakee. Nou wil ik die ook aan deze kant, maar dan moet ik hem er zo op leggen, dus ik moet hem wel even schoonmaken. Even mijn doek erbij. En anders kan ik hem niet op zijn kop gebruiken. Hè? Zo. Nou, die wil ik ook aan die kant. Een beetje pasta. Ja, die spatel is echt fijn. En ik hoop echt dat die snel weer een keer leefbaar is. Want dan zou ik zeggen, ga ervoor. Hij is echt fijn. Nou, een beetje een muurtje. Dan ga ik nog even denken of ik die ook nog aan de onderkant wil. Even denken of ik dat nog wil. Even denken, denken. Ik ga even mijn ene papiertje op de andere leggen. Zo. Ga ik nog meer muurtje doen? Ja, ik ga het toch doen. Maar dan gewoon een klein stukje. Dus hij kan gewoon zo blijven zoals die is. En dan ga ik hier nog een klein stukje doen. En aan de andere kant. Ja, leg het maar op. Maakt ook niet uit.
Die laat ik ook gewoon zo. En dan ga ik hier ook nog een klein stukje muur maken. Nou, helemaal mooi. Ik zit alvast met mijn doekje aan mijn stenseltje. Ik ben mijn bak water vergeten. Dus ik veeg hem heel iets af en dan zie ik de rest wel weer na de live. Stotterend beeld. Oh, goed beeld. Ah, is je frikandel weg? Dat is ook wat. Terugpakken. Nou, ik ga deze ook even weer droog maken. Ik zal deze op de turbo stand zetten. Nou kan het zijn dat hij een klein beetje roze doorschijnt. Omdat er natuurlijk een waterbasis spray onder zit. Maar het valt mee. Ja, wel, het valt mee. Nou, dit droogt nog wel redelijk snel dus. Dat. Dan had ik ook nog een stempel klaargelegd met script. Ja, nou, ik ben dol op script en klokken. Ik vind klokken ook altijd heerlijk om te gebruiken. Ik heb script van de Jolanda de Ronde. Dat is de stamp BJ04. Nou, die is al een tijdje uit. Script, ik vertel het altijd wel, maar ik zal het nog even een keer herhalen. Ik zet altijd even een pijltje achterop met een watervaste stift. Wat de bovenkant is van de tekst. Als ik hem uit de verpakking haal, dan is het nog te zien. Maar heb ik hem gebruikt en ik doe hem er weer in. En dan denk ik van, nou ja, wat is de bovenkant? Want het is vaak zo lastig. Dus ik heb daar even een pijltje op gezet. Nou, ik ga stempelen met alcohol inkt. Dus Stays in Place. Die heb ik al eerder gebruikt. Er zit een glimmertje eigenlijk ook nog in. Omdat het alcohol inkt is, vervliegt het natuurlijk snel. Dus er zit altijd dat plastic bakje op. Even kijken waar mijn muis is, want er loopt iets niet meer mee. Zo. Er zit dus altijd zo'n plastic kapje op. Doe er die ook weer op nadat je hem gebruikt hebt. Heel vaak is het toch al wel iets uitgedroogd. Dus wat doe je dan? Even met dat flesje flink schudden. Er zit een balletje in. Kijk, daar is het balletje. Dus even flink schudden. En dan doe je daar een beetje van die inkt zo overheen. En dan heb ik aan de achterkant, of aan de onderkant, met een heel klein plakkertje, heb ik daar dat spateltje op geplakt. Die zit bij alle doosjes. En dan kan je zeg maar die inkt in je inktpad vegen. Nou, en die doe ik dan weer onderop voor de volgende keer. Dus zo kan je ze vullen. Nou, ik ga met mijn handen stempelen. Dus ik pak gewoon wat inkt. En ik ga dat her en der een beetje op die kaart zetten. En het is, wat ik gebruik is de antiek goud. Dus het is niet overheersend te zien op dit roze. Maar dat was ook mijn bedoeling, dat het een beetje rustig bleef. Nou, dan doe ik die... Dat kapje er weer op. Deksel erop. En ik heb ze tot nu toe allemaal nog netjes in de verpakking zitten. Maar goed, dat zal wel niet zo heel lang meer duren.
En dan nemen we een beetje, waar is mijn waterfles? Water, ja, alcohol in mijn water schoonmaken. Dat kan als je er snel bij bent en dan even met zo'n soort van scrubby. Dan kan dat allemaal. Nou, even met mijn theedoek. Zo, ik heb een oude theedoek bij de hand. Nou, even kijken. Kijk, het zit heel minimaal. Zitten nu dus een reden om alcohol in te gebruiken? Nee. Maar mijn reden nu is omdat ik die gewoon mooi vind van kleur. Het is een beetje metallic-achtige, goudachtige tint. En dat heb ik alleen maar in dat alcohol inkt gebeuren. Nou wil ik hier ook nog iets bruinigs in hebben. Omdat ik hier ook weer nog met die vakjes allemaal op ga werken. Dan zit ik zelf even te denken waar ik dat mee ga doen. Ik pak de oxide vintage foto. En ik denk dat ik die er doorheen ga doen. En dan neem ik even zien. Wat gaan we doen? Die sterretjes. Ja, die sterretjes zijn wel leuk, hè. Even kijken of dat een beetje leuk is. Oh, dat is heel erg leuk. En dan ook een beetje over het midden. Want dan loopt dat straks weer mooi in elkaar door. Kijk, dan heb ik toch iets bruins terug straks. In de rest. Het stencil is de doobadoo. En dan zal ik even spieken. Want ik heb nog geen producten gelinkt. 74, 7, 15, 822. Die zitten zo aan elkaar. En het zijn van die slimline stansen. Even kijken, dat is dat. Nou. Nou ga ik even denken wat ik nog meer in mijn hoofd had. Oh ja. Dit wil ik er eens even bij gaan gebruiken. Ik sling er wel even mijn lijmpistool aan, want ik denk dat ik dit gewoon kan het ook met de Liquitex doen. Kan ook nog. Maar ik ga dit spul eens even gebruiken. Dat is dat cheese kaasdoek, zeg maar even. Kaasdoek, ja, cheese cloth. Ik ben zo goed in taal. Even kijken, is het nu nog dubbel? Nee, dit is de enkele. Daar wil ik graag een stukje van hebben. Even scheuren, want het moet niet te netjes zijn. Zo. Ja, hebben ze. Nou, dan moet ik hem weer uit elkaar trekken. En dan ga ik hem hier nog een keer midden door doen. Want ik wil aan beide kanten zo'n stukje van dit rommeltje, zeg maar. Ik denk ergens toch dat ik het even met de Liquitex ga doen. Zo, dat is mijn nieuwe pot. Even met de lege pot. Dat droogt ook mooi transparant op. En een lijmpistool ook natuurlijk wel, maar toch iets minder. En ik weet nog niet zo goed waar de rest komt. Want dit is natuurlijk een heel goed voorbereid live uitzending. Not. We gaan gewoon lekker dingen uit het hoofd doen. Zonder voorbereiding, zonder eerst een idee uitgewerkt te hebben, ga ik gewoon lekker aan de frutsel. Ik denk, ja, als ik hier nu zelf voor mezelf zit, dan kan ik net zo goed de live erbij aan doen, dat jullie mee kunnen kijken. Toch? Even kijken, een schaar. Even een schaar, want deze pluk is wel heel erg lang. Zo. Nou, mijn... Ja, die ligt natuurlijk al in de waterbak. Oh, nog even niet. Maak hem even droog. En dan neem ik wat Liquitex. Nou, en dit kan natuurlijk ook met andere lijmen. Maar goed, ik doe dat nu even daarmee. En dan kwak ik die gewoon zo daarop. Beetje aanduwen.
Deze kant ook. En dan gaat natuurlijk de oxide inkt reageert natuurlijk ook op die Liquitex. Dus vandaar dat ik het een beetje stampend deed. Want anders veeg ik natuurlijk mijn oxide inkt allemaal uit. Dat is niet de bedoeling. Nou, ik ga het een klein beetje droog maken. Oh, blijf jij eens even hangen. Anders dan plakt zo mijn andere spulletje natuurlijk niet zo goed. Klein beetje. Beetje de turbo erop. Hoppakee. Die schaar. Oh ja, dat is al een oudje. Ja, een Tim Holtz inderdaad. Maar die gebruik ik eigenlijk heel weinig. Nou. Ik vind hem droog genoeg. Ik had ondertussen het lijmpistool aangezet inderdaad. Nou, dan heb ik die vakjes. Even een beetje. Even kijken, moet ik omhoog? Nou, gaat wel hè. Geluid valt erg weg. Oh. Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat ik eventjes mijn mond dicht hou. Nou ga ik die blokjes, ga ik her en der hierop plakken. En dat ga ik doen met een beetje foam tape. Althans, dat was mijn bedoeling. Als mijn... Moet er een bij staan, anders kan ik niet in mijn bakje kijken. Oh, foam tape. Ik moet een nieuw rolletje. Even kijken. Een foam tapeje. Even in mijn voorraadbakje. Ik kan niet zonder foam tape. Ik moet dat gewoon altijd in huis hebben. Nou. Hartstikke idee. Een stukje foam tape achter mijn kaartje, zeg maar. De lijm die ik had, dat was de Liquitex. En dat kan ook met een Mod Podge. Kan ook met hard sealer. Kijk, daar is de Liquitex. Ik weet niet of die al inmiddels weer binnen is. Volgens mij is Amerika wel binnengekomen, maar ik weet het niet helemaal zeker. Nou, ik haal even mijn vierde papier onderweg. Dat kan nu wel weg. En dan ga ik die stukjes met het rijstpapier, die ga ik hier her en der opplakken. En dan doe ik dat met foamtapejes. Omdat ik er wat verhoging in wil. En deze is natuurlijk al verhoogd. Dus dan ga ik even kijken. Als ik deze zo wil, dan moet ik aan de onderkant een extra foampje doen. Want anders is die niet gelijk de ondergrond. En op het stukje. Kijk, nu is het gelijk. Omdat hier een extra stukje onder zit. Je kan ook zeggen van ik neem 1 en 2 mm tape. Maar ik heb nu even 1 stukje. Nou, dan gaan we een soort van puzzel doen. Deze vind ik ook leuk met wat tekstdingetjes erop. Die ga ik aan de rechterkant plakken. Nee, Tim Holtz gaan is even een drama om op voorraad te hebben. Sowieso is het met de voorraad lastig. Want er zijn zo weinig, of zo weinig, er zijn zoveel vervoersbedrijven die het allemaal niet meer aankunnen. En ook heel veel dingen zijn er niet leverbaar. Dus Janine die bestelt zich een ongeluk, zou ik bijna zeggen. Maar goed, het is niet altijd verkrijgbaar. En ja, dat is gewoon heel vervelend. Maar daar kunnen wij ook niks aan doen. Nou, deze heeft dus weer een extra laagje. Omdat ik die hier bovenop plak, is die hier. Moet ik dat zeggen? Ik wil hem hoger als de onderste. Dat is door één laagje erbij onder. Maar omdat deze dan op de bodem komt, moeten daar dus twee laagjes onder. Ik weet niet of dat
een beetje duidelijk is zo hoe ik dat vertel. Even kijken, deze die wil ik hier zo. Dus dan ga ik aan de buitenkant twee vormpjes doen. En zoals ik zei, je kon ook rustig met een 2 mm en 1 mm werken. En dan kan er aan deze kant 1. En of het uurtje scheef is, is ook niet zo'n probleem. Maar goed, ik heb dit zo in mijn hoofd en dan wil ik dat zo ongeveer maken. Ik heb denk ik wel veel te veel stukjes, maar dat geeft niet. Even kijken, die wil ik daar. Dus dan moet ik aan deze kant 2 stukjes. En aan deze kant 1 stukje. Ja, een muurtje bouwen is inderdaad makkelijk. Dus deze heeft 2 stukjes, die 1. En dan kan die daar. Nou, en dat touw, zeg maar, dat komt er straks maar heel minimaal achter weg. Dus dat is, ja, ik hou er wel van. Hoeft niet echt allemaal in zicht. Dit is ook nog een leuke. Die ga ik daar weer bovenop doen. Ik moet even spieken. Sowieso 1. Voor die. En de andere ook 1. Even kijken. 1 en 1. Ja, dat kan wel. Dat is niet zo ramp. Kijken dat ik de tekst recht heb, hè, want dat is weer zo'n dingetje. Die komt daar zo. Nou, dan hebben we nog een leuke over een dwarsligger, zeg maar. Die ga ik daar weer op plakken. Even kijken, dan moet ik er daar 1. Ja, dan krijg ik aan deze kant een stukje erbij onder. Volgens mij zit ik de hele tijd buiten beeld te werken. Ik trek alles naar mij toe. Zo, die wil ik daar. Kan ik alleen zelf niet zo goed zien of het recht is, maar even zo. Even kijken. Ik vind hem goed. Nou, deze vind ik erg groot om die er nog bij te doen. Dus die ga ik gewoon bewaren. Ga ik even kijken of er nog meer op moet, op kan. Dit vind ik ook nog wel leuk daar bovenop. En dan doe ik gewoon 1 strook. Want daar komt nog weer wat bovenop. Nou, die heeft niet echt veel bruin aan de rand. Zo, beetje erbij. Even kijken. Die doe ik hier zo. Ja, dan had ik daar onderaan toch een stukje eronder moeten plakken. Maar dat kan nog. Daar moet hij dan op 2. Het is net een puzzel. Nou, even kijken. Even kijken. Gaan we er nog wat bij doen? Ja, ik ga deze toch nog hier doen. Dat vind ik wel heel leuk. Dus dan moet ik onderaan. Moet ik al 1, 2, 3. 1, 2, 3 laagjes doen. Dus daar komen 1, 2, 3 laagjes onder. En 1 aan de bovenkant. Die gaan we hier doen. Zo. Nou, en dan denk ik dat dit al wel aardig voldoende is. Nou, even kijken. Wat had ik nog meer? Ik had nog meer. Had je nog meer? Ja, ik had nog meer. Ja. Nou, wat dan? Nou, wat denken jullie? Ik heb nog papieren. Bloemen uit een knipvel.
Ik heb ze niet allemaal uitgeknipt, maar het is een van de nieuwere knipvellen van AB. Als het er nog op staat, AB. Ja, en dat is ook het enige wat ik nog heb. AB, scrapbooking paper, maar niet meer welke. Maar die ga ik straks voor jullie opzoeken. Daar heb ik al een heleboel bloemetjes uitgeknipt. En vlindertjes en blaadjes en weet ik veel wat. Nee, meer is het niet. Vlindertjes, blaadjes en bloemetjes. Vlindertjes. Kijk, en die bloemetjes vind ik wel heel erg leuk om die hier weer op gaan te verwerken. Dus, dat gaan we ook even doen. En ik ga dan die bolletjes erbij pakken. En wat foamtapejes. En dan gaan we eens even kijken of we daar nog wat leuks van kunnen maken. Ja, wanneer doe je dat? Ja, nou eerlijk gezegd heb ik dit eigenlijk een beetje onderweg naar huis van het werk bedacht. Van ik ga die maken. Maar om het dan allemaal nog voor te bereiden, ja, dat kon ik allemaal niet meer redden. Dus vandaar dat dit eigenlijk zo een beetje zo'n hatseflats idee is. Nee, jullie hebben gisteren naar mijn bloemetjes mogen kijken uit mijn bakjes. En dat gaan we nu even niet doen. Ik zit nou wel even te denken om daar iets, even wat, als ik nog wat heb. Even kijken of dat erbij kleurt. En ik heb nog wat van het blauwige-achtige sisal. Of weet ik wat voor kleur als het is. Het is in elk geval donker. Heel klein beetje daar tussen doen. Klein beetje. En dan ga ik verder met mijn blompjes. En dan plakt hij dat sisal meteen vast. Sta ik steeds stil? Nou, dat is toch ook wat. Kan je het wel goed even bekijken? Ja, ik zie dat ik nu inderdaad ook stilsta. Even kijken waar het aan ligt. Nou, ik zie dat mijn beeld allemaal verder nog wel werkt. Nee, normaal sta ik eigenlijk nooit stil. Vreemd. Maar hier doet hij weer, dus ik hoop bij jullie ook. Nou, ik ben alleen maar met de bloempjes aan het bouwen, dus zoveel heb je niet gemist. Even kijken, deze die wil ik daar zo. Nou, daar kan ik wel een dotje lijm achter doen. Het kan ook zijn dat er iets in de lucht hangt van slecht weer of zo. Zou ook nog kunnen dat het daarom wat lastig is. Het is hier nog wel heel donker, dus kan zomaar zijn. Laten we die daar dan, laten we dat dan maar de schuld geven. Het weer. Nou, ik heb weer blaadjes nog. Die ga ik een beetje omvouwen. Dat het een beetje rond staat. Nou, ik had ze flats hier even gewoon met mijn lijmpistool onder. Ik ben toch wel meer van het lijmpistool, merk ik. Vind ik toch wel handig. Een klein blaadje. Die plakken we daar nog weer overheen. Even vasthouden dat hij niet helemaal naar binnen zakt. Even zien, hier nog wat blaadjes. Beetje rondbuigen. Staat altijd leuk. Stukje van het steeltje af. Ik ben ook graag dingen aan het slopen. Hè? Maar dat weten jullie inmiddels ook wel, denk ik. Nou, wat hebben we nog meer? Kijk, dat is een mooi. Nee, die gaan we niet doen. Klavertje erbij. Zo naar beneden. Ja, gaan we doen. Daar doe ik weer. Nee, ik ga er toch lijm achter doen, want die mag wel een beetje rond komen staan. Of hoe heet dat? Lijmpistool. Druk ik hem even vast en dan haal ik hem iets omhoog. Dan krijg je van die draadjes achteraan. Nou, en als die opdrogen, dan blijft dat ook een beetje omhoog staan, zeg maar. Nou, dan gaan we de andere kant nog een beetje
voorzien van bloemetjes. En nou heb ik wel mijn lijmpistool leeg. En laat ik daar nou ook net anders voor hebben gepakt. Dus ik doe mijn best om de... Ja, ik heb hem. Hij is er. Zo. Beetje lijm. En die plak ik daar als basisbeginnetje, zeg maar. Even kijken, wat hebben we nog meer? Die is ook erg leuk. Zo. Beetje rondvouwen nog, hè. Haalt het net iets meer naar boven. Ja, we zijn klaar met slecht weer, inderdaad. Ik ben er echt zat van, zeg maar. Nou heb ik natuurlijk, moet ik natuurlijk niet alles helemaal vol gaan plakken met die bloemen. Dan zie je die hokjes niet meer, hè. Dat is ook weer jammer. Nou, een paar blaadjes er nog bij. Altijd leuk. Nou, die wil ik daar hebben. Zo. Een wat grotere. Zo, een beetje eronder, een beetje erop. Een beetje erover. Even zo kijken hoor. Even zien. Nou, een blaadje daar en een blaadje hier. Daar doe ik gewoon een stuk af. Want die wil ik daarachter. Maar ik wil hem niet voor de bloem. Dus ik scheur er gewoon een stuk af. Zo. Nou, dan heb ik nog iets wat naar beneden kan hangen. Dat is ook wel leuk misschien. Of is dat niet leuk? Dat is gewoon leuk. Gaan we gewoon doen. Hartseflats, zeiden we toch. Dus dat wordt dan echt hartseflats. Dat kan nog wel een beetje paars. Ik vind die bloemetjes echt heel mooi. Ik weet helemaal niet welk papier erbij hoort. Ik heb alleen het vel met die bloemen meegenomen. Dat vind ik gewoon mooi. En dan kan je ze dus zo verwerken. Als je dat leuk vindt. En ik vind het leuk. Ik hou er wel van. Ik ga hem even weer zo bekijken hoor. Even spieken. Ja, er komt straks nog randjes langs. Dus ik denk dat ik er niet zo heel veel meer op ga doen. Misschien die vlindertjes nog ergens. Die vlindertjes, dat is ook leuk. Als je een vlindertje wil laten staan, dan kan je daar aan de vleugelkanten een dot lijm doen. Of zo'n bolletje lijm van dit spul. En dan laat je hem even zo drogen eigenlijk. Dan doe je in het midden een beetje gewone lijm, of in dit geval een lijmpistool. En als je hem dan opplakt, dan zijn die bolletjes van je lijmpistool, die zijn al nagenoeg droog. Dus dan kan je die vleugels niet meer induwen. En dat kan je dus ook voor kaartjes doen. Dus gewoon bolletjes lijm eronder. Kijk, en dan kan je dat niet meer naar beneden duwen. Dan blijven die vleugeltjes mooi omhoog staan. Hier nog iets een beetje zo. Die mag een beetje buiten boord hangen, zeg maar. Nou, al zeg ik het zelf, ik ben al aardig tevreden. Daar nog iets, een klein stukje eraf. Die steeltjes van die bladeren, die zitten mij altijd in de weg. Omdat ik het er natuurlijk achter schuif. Hè. Nou, gaan we nog een vlindertje doen? Hebben we nog een vlinder? Ja, we hebben nog een vlinder. Daar, ja, gaan we doen. Dus gewoon aan beide buitenkanten een bol. En in het midden gewoon het dotje waar je mee plakt. Je kan het eerst laten drogen, maar je kan het ook vast op je creatie doen. Maar dan duw je alleen eigenlijk zeg maar die binnenkant naar beneden. En die buitenkant, dat zijn dan die bolletjes. Nou, die drogen dan wel op.
En dan blijft die mooi omhoog staan. En dan denk ik dat ik wel genoeg bloemen erop heb, denk ik. Alhoewel ik deze ook nog wel heel erg leuk vind. Kan er die nog bij op? Jawel, hè? Beetje zo erachter. Gaan we gewoon doen. Daarop en dan een beetje erachter. Zo. Niet te hard naar beneden duwen. Als het lijm van het lijmpistool het papier maar geraakt heeft, dan haal je hem weer iets omhoog. Kijk, dan krijg je van die draadjes. Nou, en die blijven dan wel als veertjes, zeg maar, werken. Oh, ik ben weer bevroren. Wat raar. Ik heb dat volgens mij eigenlijk niet snel, dat ik dat heb met een lijf, dat het vastloopt of iets dergelijks. Er zal toch wel het een of ander iets in de lucht hangen, laat ik het zo maar zeggen. Geen idee, want mijn camera die loopt wel gewoon door. Dus. Vreemd. Vreemd. Even spieken, want ik wilde nog een tekst op. En dan zit ik te twijfelen of ik er wat van die stempel op ga doen, van die tekst. Of ik pak toch uit die leuke boekjes van Aard bij Marleen. Die zijn ook altijd leuk. Je hebt ze ook van Janine. Maar Aard bij Marleen heeft ook leuke. Born to Create. Ja, hier staan ook wat grappige dingetjes in. I'm a little crazy in a big way. Nou, dat past volgens mij wel bij mij. Wat gaan we doen? Ik ga hem wel in zwart erop doen, denk ik. Die hele grappige tekstjes, ja, die passen hier dan ook weer niet zo bij. Nou, ik vind deze wel leuk. En zo, The Adventure Begins. Die nemen we. Dan gaan we eens even kijken of ik dat op één of in twee delen ga doen. Ik ga hem in twee delen doen. Dus ik knip hem gewoon. Wat gaan we doen? Nee, in drie delen, denk ik. En dan ga ik hier even kijken. En zo gaan we hier plakken. En zo. En dan heb ik The Adventure. Dus het avontuur. Ik zit er lekker scheef voor. Dus ik heb zo'n idee dat het heel scheef gaat. En dat doet het dus ook. Even kijken. Over zo hoor, want anders dan plak ik zo ontzettend scheef als ik het niet zie. En zo, The Adventure Begins. Doe ik ook aan deze kant. Even weer zo, dan kan ik hem beter bekijken. Zo, even aanduwen. Dan even de delen van elkaar en dan ga ik nog even verder bekijken. Nou, niet zo moeilijk doen. Dan gaan jullie maar lekker scheuren. Ik had het even langs mijn kleding moeten houden, maar dat ben ik vergeten. Maar goed. Even zien. Ik neem. Ja, dat heb ik nog niet gepakt natuurlijk. Maar dat hebben we zo. Ik wil zwarte distress paste. Even in mijn laadje rammelen hoor. De zwarte, waar ben jij? Normaal heb ik alles leuk op voorraad staan, maar nu dus even niet. Maar ik heb hem. En dit is de Rusty Patina. En nou, die hebben jullie bij mij wel vaker gezien. Dat is een soort roestachtige verf. En die vind ik altijd heel leuk om langs de randen te doen. Ik zet dan een beetje in het dekseltje weer af. Om de dikte
moet ik zeggen, om het een beetje te verdelen op mijn sponsje. En dan maak ik het buitenste randje een beetje zwart. En dan haalt het een beetje op, vind ik. Vind ik, hè? En dan ga ik ook gewoon de binnenkant doen. Ook al lopen de pagina's, horen ze bij elkaar, mogen ze toch lekker doorlopen. Ik doe niet zo'n hele grote rand, ik doe een klein randje. Gewoon dat er net iets aan zit. En dat vind ik genoeg bij deze. Het is natuurlijk een beetje, ja, niet echt zo'n hele kliederige pagina. Zo. Dan pakken we er even bij wat zwart. Zo. En mijn snijmachine. En dan leg ik deze eventjes opzij. Want ik had ze gesneden op 20,5. Volgens mij toch. Voor de zekerheid even spieken. Ja, 20,5. Dus ik snij deze op 21. Bij 15. Ja, ik val steeds weg. Dat zie ik nu weer staan. Ik snap het niet. Ik heb dat eigenlijk nooit dat ik wegval. Ik zit ook gewoon de hele avond nog op mijn stoel. Ik ben nog niet weggevallen. Dus ik heb geen idee waar het aan ligt. Er zit ook wel een enorme vertraging op de lijn, zie ik. Dus dat kan ook nog zijn dat het daaraan ligt. Dit trekt natuurlijk een beetje krom. Maar ook dat heb ik wel eens vaker verteld. Dat je gewoon aan de achterkant tape erop kan doen. En doordat je het dan vaak nog wel mat, dus een ander laagje papier eronder doet, trekt dat wel weer recht. Zo, dan haal ik eerst één tape beschermpje af, zeg maar. Dan kan ik dit nog een beetje schuiven. Zo, dan draai ik hem weer om. Ja, gek dat het bij sommigen dan vastloopt. En daar verder, zelfs in België loop ik door. Nou, het is toch geweldig. Vreemd dat het dan bij sommigen, ja, vast loopt. Maar ik had net zelf ook dat ik even zo'n wieletje kreeg, zeg maar. Dat ik er even moest over nadenken of die nog wel verder met mij wilde. Dus ik denk dat er iets met Facebook aan de hand is. Want ik zag ook wel dat ze de live weer veranderd hadden. Normaal als je live gaat, dan vraagt hij van tik op het scherm om een omschrijving te geven. Die zit er dus ook niet meer op. Dus er verandert nog wel eens een keer wat. Zo om is misschien beter, hè? Ja. Nou ja, maakt niet uit. Ik had papier kunnen draaien. Even zien. Zo. Nou, en zoals ik zei, je kan dit ook als kaart, hè. Dit hoeft niet als art journal. Maar dit kan ook rustig als een kaart. Dus je maakt een leuke achtergrond. En dan doe je van die blokjes op. En die blokjes die kan je ook van designpapier doen. Of van stukjes dik karton die je leuk kleurt, zeg maar. Daar kan je dus ook die blokjes van maken. Nou, ik pak er nu nog bij een dikke Posca pen. Nee, dat is een oude Sharpie. Oh, dat is wel een oudje. Eens kijken of die nog doet. Of er nog wat in zit.
nou, dat is niet meer de moeite waard. Die kan in de prullenbak. Pak ik even de andere. Een Posca. Even shaken. Kijk, die doet het beter. Een beetje zwarte stipjes. Nou, hier hoef ik niet zo heel hard op te slaan. Dus hij wordt niet zo heel erg mishandeld. En dan denk ik dat ik zeg van, het is klaar, denk ik wel. Ik ga nog even over zo kijken. Ja, ik moet dat altijd even rustig zien. En ja, ik denk niet dat ik er meer op ga doen, toch? Ik ga er nog wel iets afhalen. Ik zie hier een draadje die ik niet wil. Van mijn lijmpistool, denk ik. Of van het spul wat eronder zit. Kijk, dat gaasachtige toestand, dat kaasdoek. Ik denk dat ik hem zomaar laat. Ik vind hem leuk. Ik ga hem in mijn art journal plakken. En dan zal ik hem even netjes op de foto zetten. Ik ga de producten straks even doorlinken. Ik heb nog een heleboel, ja, ik heb nog best wel een boel plaatjes over, zie ik. En ik had ook nog een restje. Het is echt een heel mooi knipvel, vind ik. Dus ik kan nog wel iets maken in kaartvorm met mijn restje. Nou, dat was het eigenlijk. Hoe laat is het? Half negen. Ik denk ik krijg nooit het uur vol. Maar dit was hem voor vanavond. Nu heb ik er even vrij af tot volgende week. Woensdag waarschijnlijk. Tenzij er iets iemand wil ruilen of wat dan ook, dan springen we weer in. Geen probleem. Morgenavond is Lisanne er. Ik dank jullie weer voor het kijken. Vond het weer gezellig. En ik hoop dat het de volgende keer wel allemaal bij iedereen door blijft lopen. Maar ik zet hem in elk geval zo op YouTube voor diegene die toch nog iets wil zien. En ik wens jullie een fijne avond, fijn weekend alvast als jullie zover zijn. En graag tot de volgende keer. Hè? Doeg allemaal!